Kijkers, goeiedag en welkom bij ATV COVID-19 Update. In dit programma brengen wij u informatie, adviezen, maar vooral updates over de COVID-19 pandemie. Die Suriname al nu enkele dagen, eigenlijk straks houden na weken, in zijn greep houdt. Belangrijk in deze periode is kalm te blijven. Het heeft geen zin dat we in paniek raken, zo komen we er niet uit. Als je niets op straat te zoeken hebt, blijf thuis. Het is al geregeld dat mensen van huis uit kunnen werken. Laten we kijken of we met z'n allen daar invulling aan kunnen geven. Want als we thuis blijven, geven we de besmette personen de kans om weer beter te worden. Maar als we overal gaan en overal lopen, dan wordt de kans op besmetting steeds groter. En zijn we allemaal straks in de aap gelogeerd. Vandaag is onze gast Karin Revers. Zij is communicatiedeskundige. Maar voordat we met Karin in gesprek gaan, nog even dit. Het belang van het schoonhouden van onze handen. Het is belangrijk dat als u ergens komt, u uw handen schoonmaakt met hand sanitizer of wast met zeep. En let wel, WHO heeft aangegeven, probeer dat 20 seconden te doen. En ik hoor dat je kan zingen het liedje Dimiere Juveriari. Het duurt 20 seconden en dan zijn jouw handen schoon. En wanneer u thuis komt, vergeet niet om meteen dat ook te doen. En dan gaan we naar Karin. Karin, welkom. Dankjewel, dankjewel. Hoe ervaar je de situatie rond de COVID-19-pandemie? Nou, het is natuurlijk erg beangstigend, want Suriname is klein. Mm-hmm. Maar aan de andere kant volgen we ook wat er in de wereld gebeurt. En dan kun je dus toch wel tot nu toe concluderen dat we het erg goed doen. Want de teller staat nu op 8. Ja, dat hoorde ik vanmorgen ook. Anderzijds vind ik het gewoon een geweldige job die het managementteam doet. Mm-hmm. Let the women do the job. That is what I think. En je ziet het dat wanneer die leiderschapsrol zodanig wordt ingevuld, dat het voor iedereen duidelijk is wat er aan de hand is en wat er gebeurt. Mm-hmm. Ik was op straat en ik heb gesproken met enkele mensen. Laten we even kijken naar dat clipje. U ook? U bent blij? Ja, ze moeten open blijven, we moeten leven. Absoluut. Maar waarom denkt u dat ze sluiten? Omkeer? Ik zou het niet weten. Het coronavirus tot nu toe hebben we opgewerkt. Hoeveel gevallen? 6 gevallen. Oké. Okay. U volgt het? Ja, ik volg het wel. Okay. U houdt ook social distance. Weet u wat dat is? Nee. Ik met social media en zo, ik bemoei me niet met zulke zaken. Alleen maar de krant en tv, radio. Maar als u met mensen praat, houdt u ook afstand? Nee, helemaal niet. Ik hou geen rekening. U praat gewoon? Als ik het moet krijgen, dan krijg ik het. U kunt ook doodgaan. Nee, daarom gebruik ik vitamine C op tijd. Ik drink me bitter op tijd. Dus daar maak ik me niet druk. Want u heeft gehoord, er is geen medicijn er tegen. Oké, ik heb wel mijn osso er tegen. Ik denk dat het gaat werken. Zeker. Nou, succes. Ja. Maar toch, hou een beetje afstand. Oké, dan moet u ook afstand van me houden. Oké, meneer, goeiedag, hoe gaat het ermee? Ik zie dat jij je winkel hebt opgehouden terwijl een heleboel anderen dicht zijn. Half open. Half open. Maar waarom denkt u dat de andere collega's van u allemaal dicht zijn? Vrees voor de coronavirus, als ik dat goed heb. Maar sommigen houden, bijvoorbeeld jij hebt half open, sommigen doen helemaal hun dingen dicht. Maar ontsmet u? Jawel, ik heb alcohol hier. Alcohol. Ja, ik ontsmet me aan de, elke minuut. Ja. Ja. Dus dan, als u dat doet, dan kunnen de anderen dat ook doen, toch? Ja, maar iedereen heeft zijn mening. Even, ze zijn bang. Voor het grootste deel van hun. Bang? Omdat wereldwijd al duizenden doden zijn gevallen. Ja. Want mensen zeggen, het lijkt een beetje georganiseerd dat zoveel winkels dicht zijn. Krijgen jullie van ergens de opdracht? Nee, ik krijg geen opdrachten. Nou, Karin, dat heb je gezien. Ja. De eerste meneer praat over zijn vitamine C en zijn Bida.
En die winkelier die zegt, er is angst. Maar hij weet ook dat hij zichzelf moet reinigen. Ja. Wat is jouw mening hierop? Nou, wat die eerste meneer betreft, je ziet hè, dat het woord social distance niet aankomt bij de gemeenschap. Hij heeft het over social media, want ja, dat woord kent ja, hij. Ja. Dus dan weten we, dan moet je een ander woord gebruiken. Gebruik die clips die die Surinaamse boys maken hè, van anderhalve meter afstand. Mm-hmm. En ze zijn humoristisch, maar ze zijn geweldig. Overigens laten ze onze overste zien in een bepaalde positie die over de wereld gaat. En die zodanig is aangeslagen dat iedereen eigenlijk dat overneemt. Ja. Dus laten we dat liever gebruiken dan het woord social distance. Dat moet een boodschap zijn. Doe het, anderhalve meter. Ja. Er is een Surinaamse jongen die een clip heeft gemaakt met een fantastische... met een goede tekst hè, daarover, waarin zij ook nog te zien is. Dus dat is mooi, die combinatie. Dus ik denk dat we dat moeten gebruiken. Hè. Zo een interview van wat werkt, wat niet werkt. Ja. Ach, wat vitamine C, beta. Mensen moeten vooral doen wat ze willen. Mensen willen vaak ook doen wat ze willen. Mm-hmm. Zodat ze die afstand maar houden. Dan zijn we veilig en hun handen wassen. En voor de rest kun je mensen niet remmen in dingen die ze willen gebruiken. Mm-hmm. Zolang ze weten dat ja, het zal ze sterk maken, maar niet tegen COVID. Dus daar gaat het om. Precies. Wat die Chinees betreft, die winkelier. Als het angst is die de winkels doet sluiten, ja, laat dat het dan zijn. Ik heb er een andere mening over. Ik denk dat men gewoon de prijzen de pan liet uitreizen. Mm. En dan denkt men, dat doen we dicht, want we willen gewoon heel veel geld voor heel weinig dingen krijgen. Maar als het angst is, ja, dan is het ook prima. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment gaan winkels af en toe open moeten gaan natuurlijk. Dat doet hij ook. Anders verkopen zij niet en dan hebben wij ook niks. Perfect. Dus dat is mijn enige mening hierover wat de communicatie betreft. Je ziet dat het aanslaat. Je ziet dat de boodschappen, in elk geval van de spotjes die de overheid heeft gemaakt vanuit het ministerie, dat het goed aankomt. Ik denk dat er nog meer kan, men er is men mee bezig, dat heeft men gisteren ook aangegeven. Ik kijk niet naar alle etnische stations, dus ik weet niet of het daar ook nog vertaald overkomt. Ja. Maar ik denk wel dat de boodschap erg goed overkomt. Oké, maar hoe vind je dat de samenleving tot nu toe ermee omgaat? Nou, je ziet het, er zijn toch wel 80% minder mensen op straat. Dus het is een hele grote impact die je hebt, in, zeker voor een bevolking die eeuwig niet wil luisteren, vind ik. Van iedereen wil maar doen en hier doen en dat doen en iedere keer moet je met sancties komen. Dus ik denk dat misschien kan het door angst komen, door social media, dat men ziet wat in de wereld gebeurt. Ook zijn er filmpjes over... wat er in China gebeurde, hoe men echt met de harde hand naar het ziekenhuis werd gebracht. Dus dat zullen natuurlijk ook dingen zijn die meewerken. Mm-hmm. Maar aan de andere kant denk ik dat de samenleving... Laat, ik was gisteren even, moest ik even naar mijn kantoor iets ophalen en ik vond het significant erg druk op straat. Files en ik denk, hé, wacht even, wat gebeurt er? Maar goed, voor dezelfde gingen mensen ook een paar dingen doen. Over het algemeen zie je toch een behoorlijke stilte op straat. Het kan meer, ik denk dat de politie meer moet optreden bij samenscholingen. Er zijn bepaalde wijken, Wilhelminastraat, Latour, overal waar mensen nog steeds op straat staan. En ik vind daar, dat men best daar kan optreden. Mm-hmm. En dat men niet iedere keer het aan de journalisten hoeft over te laten in de persconferenties om aan te geven van ja, het wordt wel gezegd maar, waardoor je inderdaad, zoals de overste zegt, we bevechten COVID, we gaan niet elkaar bevechten en laten we gewoon de informatie doorspelen naar de instanties waar je dat kan doorspelen. Mm-hmm. Er moet misschien zelf een nummer komen waar mensen kunnen bellen, dat als ze samenscholingen zien, dat ze dat kunnen doorgeven en dat het echt is om de samenleving te beschermen. Dat zijn dingen die misschien ook nog kunnen. Maar het feit dat er nog samenscholingen zijn? Er zijn altijd groepen mensen die niet luisteren. Mm. En omdat je geen controle hebt, laten we eerlijk zijn, heel veel gaat stuk in ons land door gebrek aan controle. Okay. Dus omdat er geen controle is, gebeurt dat. En waar mensen steeds meer de grens op gaan zoeken. En dan kun je vanuit het managementteam dus aangeven wat men al doet. Blijf thuis. Maar er moet controle zijn. Dus ik denk dat die controle ontbreekt. En dat misschien het goed is dat het ministerie van Justitie is ook daar betrokken. Dat de gemeenschap kan bellen. Maar luister, er staan toch jongens op de hoek. Er staan toch mensen in de Wilhelminastraat. Er staan toch mensen daar. Mm-hmm. En dat de politie dan kan optreden. Mm-hmm. Ik heb begrepen overigens hoor, van iemand dat er wel is opgetreden ergens in Noord. Ja. Maar, ook op Latour. Op Latour, oké. Okay. Maar ik denk dat het echt structureel moet om dat ding in te dammen. Anders krijg je straks daar die haarden en dan hebben we natuurlijk ook niks aan. Precies. Ja. Hoe ga jij zelf om met de situatie? Je bent echt de enige die voor wie ik uit mijn huis ben gekomen. Oh. Ik heb je echt gezegd van... Hey, ik ga niet uit mijn huis. Ik je doe gaat dat niet gewoon uit je niet. Huis. Nee. Ik heb
voor mezelf is het gewoon thuis blijven, thuis werken voor het hoognodige. En dat was omdat ik even naar kantoor moest. Mensen moesten uitbetaald worden. Ik moest dat gaan regelen. Maar voor de rest ben ik echt thuis. Ik heb gewoon alle contacten fysiek afgesloten. En het is natuurlijk je familie of je kinderen waar je even iets moet doen. Maar voor de rest is het echt totally lockdown. Ja. Lockdown. Lockdown. Stay home. Stay home. Stay home. Want wat is jouw prognose? Je kijkt, je googelt, je ziet hoe het is in de wereld. Wat is jouw prognose? Nou, ik bid en hoop dat we er echt over 2 weken vanaf zijn. Maar ik weet niet of het realistisch is. Ik hoor geluiden van mensen uit de gezondheidszorg dat het zo snel niet gaat. En dat het 6 april is en dan 15 april. Ik hoop het echt, want ik denk dat het team zo'n fantastische job doet. Dat het niet anders kan dan dat we dat beheersbaar houden. Mm-hmm. En het moet wel erg verkeerd lopen, ergens dat het zich gaat spreiden. Maar zoals ik het nu kan overzien, hoop ik echt dat het echt op die manier beheersbaar blijft. Mm-hmm. En zoals men dat nu doet. Hè. Het is, mijn familie is uit Curaçao gekomen en de begeleiding was in 1 woord fantastisch. Ik vind het jammer dat dat niet door de media aan het team is gezegd. Dat ze ze niet hebben gecomplimenteerd. Mm-hmm. Want men is natuurlijk gebombeld toen het fout ging. En toen het zo fantastisch was, dan hoor je natuurlijk niets. Maar mijn familie kwam uit Curaçao en die hebben aangegeven van het was geweldig. Al op Curaçao gescreend, aan de rij gescreend, naar de KKF gebracht, militairen hebben geholpen. Het was echt heel goed. Dus en ze zijn in quarantaine? Ze, ja. Mm-hmm. Nou, thuis. Dus thuis quarantaine, omdat Curaçao dus inderdaad maar 1 geval had tot laatstelijk. Mm-hmm. En men is thuis in quarantaine, dat zoals wij allemaal eigenlijk. En het is niet die verplichte dat ze in contact zijn gekomen met iemand, dus dat hoeft niet. Maar men is thuis. En men heeft ook die instructies gekregen, hele goede instructies. Ja, men was vol lof hoor, over hoe dat gaat. En dan denk ik dat als je het op die manier beheerst, ook dat geduld dat men vraagt van de mensen in Nederland, omdat men hier nog dingen aan het voorbereiden is. Dus ik hoop ook dat als men met een groep naar Nederland gaat, daar screening doet om te kijken, dan moeten we dat toch beheersbaar kunnen houden. Okay. Dus als je vraagt wat ik hoop en wens en zie, dan is dat het dat we het inderdaad beheersbaar houden en op die deskundige manier blijven begeleiden, dan ik denk dat we een heel eind komen. Karin, tot slot, als communicatiedeskundige, wat is jouw praktische tip naar de samenleving toe? Nou, naar de samenleving zou ik willen zeggen, eigenlijk de herhaling van het team. Blijf thuis, was je handen. Als je even denkt, hey, ik ben verkouden, ik voel me niet goed, verhoogd, whatever, bel de hotline 178, dacht ik. Mm-hmm. En thuis blijven. Dat is, en die hygiëne, je handen blijven wassen. We moeten naar de winkel, geld. Er is ook een advertentie van B-Nets. Was je handen. Als je bent gaan pinnen, was je handen. Nou, dat zijn de boodschappen die ik ook zou willen doorgeven, net als elke deskundige die rondloopt. En ik ben geen deskundige, maar ik heb gehoord wat ze gezegd hebben. Dankjewel. Graag gedaan. We zijn blij dat je uit je huis bent gegaan voor Geloof ons. Geloof me. Dankjewel. Dankjewel. Dat je dat hebt gedaan en be safe. You too. Thank you. Okay. Nou, kijkers, zo zijn we gekomen aan het eind van ATV COVID-19 update. U heeft het gehoord. Blijf thuis. Was je handen. Als je thuis komt, was je handen liefst bij een buitenkraan, heeft Priscilla verleden echt zo benadrukt aan de mensen. Ga niet meteen naar binnen, want misschien heb je kleine kinderen daar, je andere mensen. Denk aan je omgeving. Dus was je handen bij een buitenkraan en stay home and be safe. Tot morgen met de andere ATV COVID-19 update.